Universiteit van Nederland. Legt uit. Hoe blijf je wakker achter het stuur? Zo'n 20% van alle auto-ongelukken wordt veroorzaakt door slaperigheid. En wat niet of niet voldoende helpt, is een raampje openzetten, meezingen met de muziek of kauwgom kauwen. Wat wel helpt, is cafeïne of een dutje doen. Het mechanisme achter slaap is eigenlijk best eenvoudig. Op het moment dat onze hersenen bewustzijn verminderen, dan vallen we in slaap. En het heeft vooral te maken met slaapdruk. Slaapdruk, dat is eigenlijk de druk die we voelen waarbij we moeten slapen. En op het moment dat die heel erg hoog is, dan kun je alles doen om er tegen te vechten, maar dat lukt niet, je valt vanzelf in slaap. Slaapdruk ontstaat als zich in onze hersenen een bepaald afvalstofje opbouwt. Adenosine. En dat gebeurt op het moment dat onze hersenen heel veel energie verbruikt hebben. Als dat gebeurt in een deel van het brein wat ook wel de basale voorhersenen genoemd wordt, dan heeft dat invloed op onze slaap. Zo bouwen we steeds meer slaapdruk op en wordt het steeds moeilijker om wakker te blijven. Adenosine bindt zich aan receptoren. Dat zijn zeg maar de ontvangers die ervoor zorgen dat signalen van onze hersencellen worden doorgegeven. Hoe meer adenosine er bindt aan de receptoren, hoe minder goed de hersencellen het doen die ons wakker houden. En hoe meer de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor de slaap de overhand gaan nemen. Tijdens de slaap neemt de hoeveelheid adenosine weer af. En dat zorgt ervoor dat je na voldoende slaap weer met de schone lei kunt beginnen. Je brein legt sowieso de boel stil als het echt niet meer gaat. Als je bijvoorbeeld heel erg slaperig bent. Maar ook als je brein denkt, nu kan het wel. Dat gebeurt niet als er iets belangrijks aan het gebeuren is. Gezonde mensen vallen bijvoorbeeld niet zomaar in slaap als ze aan het lopen zijn. Ook al zijn ze nog zo slaperig. Maar ook als je net een kindje gekregen hebt, dan is het zo dat je meestal op het moment dat je het kind vast hebt, niet zomaar in slaap valt. Ook al heb je maar heel weinig geslapen. Maar mensen vallen wel in slaap op het moment dat ze aan het rusten zijn. Op het moment dat ze niet zo heel erg veel doen. En een voorbeeld daarvan is autorijden en vooral op het moment dat je op de snelweg zit. Want op de snelweg hoef je niet te remmen, hoef je niet te schakelen, er zijn geen zijwegen. En dat zorgt ervoor dat het brein denkt, nu kan het wel. En daarmee is autorijden op de snelweg vaak best wel te vergelijken met op de bank zitten en tv kijken. Sterker nog, bepaalde omstandigheden in de auto kunnen zelfs bijdragen aan je slaperigheid. Zo is het zo dat de trillingen van de auto ervoor kunnen zorgen dat je slaperiger wordt, omdat je lichaam zelfs een beetje in slaap gewiegd wordt. Als het donker wordt, gaat het lichaam bovendien ook nog een ander stofje aanmaken, namelijk melatonine. En melatonine geeft het lichaam het signaal dat het tijd is om te gaan slapen. Dus zit je na je biologische bedtijd en heb je een hele hoge slaapdruk, dan zorgt dat ervoor dat de kans steeds groter wordt dat je ogen dicht gaan vallen. Om zo veilig mogelijk de weg op te gaan, is het belangrijk om voldoende te slapen. Dat zorgt ervoor dat er zo min mogelijk adenosine in je brein zit. Bij de meeste mensen geldt dat ze ongeveer 6 tot 8 uur slaap nodig hebben om voldoende van die adenosine te laten afbreken. En doen ze dat niet, dan gaat het mis. Wat we zien is als iemand minder dan 6 uur slaapt de nacht van tevoren, dat de kans 2 keer zo groot is om een auto-ongeluk te krijgen. Slapen ze helemaal niet de nacht van tevoren, dan is het risico op een auto-ongeluk net zo groot als na het drinken van 4 glazen alcohol. Kun je dan niks doen om wakker te blijven? Nou, raampje open doen, kauwgom kauwen, de radio hard zetten, even de benen strekken, push-ups doen, helpt allemaal niet of maar een heel klein beetje. En ook zelfs met mensen praten of mensen bellen helpt eigenlijk ook niet voldoende. Dus het enige wat helpt, dat is om een powernapje te doen. En niet een kort dutje van een paar minuutjes, maar echt een powernap van ongeveer 20 minuten. Dat zorgt ervoor dat er voldoende adenosine wordt afgebroken en dat je eigenlijk wel veilig de weg op kan. Zet wel een wekker, want als je langer dan een half uur zou gaan slapen, dan kun je meer last krijgen van wat we slaapinertie noemen. En dat zorgt ervoor dat ons brein minder goed aan kan staan op het moment dat we weer verder willen. Een andere manier om wakker te blijven is cafeïne, zoals koffie of thee. Want cafeïne grijpt in je hersenen aan op dezelfde receptoren waar anders adenosine op gaat zitten. Het kan zo het effect van de adenosine als het ware wegduwen en dat leidt ertoe dat het opbouwen van adenosine minder effect heeft op je slaperigheid. Het kan ervoor zorgen dat je beter informatie kunt verwerken, sneller kunt reageren en dus ook veiliger kunt blijven autorijden. Je kunt ook en-en doen. Je gaat eerst een kopje koffie drinken en vervolgens ga je een dutje doen van ongeveer 20 minuten. Tijdens dat dutje wordt de adenosine afgebroken en tegelijkertijd komt de cafeïne je brein in. En dat zorgt ervoor dat je minder last hebt van slaapinertie op het moment dat je wakker bent. Maar bedenk wel, cafeïne is een tijdelijke oplossing. Bij lange autoritten helpt het niet of niet voldoende. En daarnaast is het zo dat mensen die overdag al vrij veel koffie drinken, minder gevoelig worden voor cafeïne. En dat zorgt ervoor dat één kopje koffie niet voldoende is om de slaperigheid weg te duwen. Als student weet je vast wel hoe moeilijk het is om een studentenkamer te vinden. Ik ben Peter Boelhouwer, ik ben hoogleraar huisvestingssystemen in Delft. En in de volgende aflevering ga ik je uitleggen waarom dat nou zo moeilijk is.